Ik ben Frederik Visserman en ik kom uit Heeg. Ik ben de enigste beroepsvisker in Heeg. Zolang wij weten dat 8 generaties lang, zijn wij al viskers. Ik wist eerst nog net zeker dat ik het viskerijbedrijf overnemen zou ik zijn. Ik heb een soort prijs wist. Dan ging ik weer gewoon, als ik min of meer van het werk, dan zag ik het werk op en dan ging ik op reis van hier. En dan ging ik te backpacken en dan de hele wereld wat verkennen. En ja, dan kom je erachter wat vrijheid is. Dan heb ik toch besloten om de viskerij te roer te nemen. Hiel en snoekbeest, ja, dat is wel heel lekker, maar hiel en snoekbeest, dat is ja, dat is heel lekker. Ja, daar kan je het net genoeg van krijgen. En wat doet ze dan mooi? Sieren of? Ja, verschillende hiel, kan je, nou ja, natuurlijk rieken, hè. Rieken hiel, dat is zelf, rieken vis, dat is wel het lekkerste wat het is, vind ik. Ja, dan komt de vis. En wat is dan die favoriete hout? Ik gebruik altijd die eikenhout, ja. Dat is van oud herik uit Heeg, nou ja, de bouwden ze een soort bootjes. Ja, het afval van het hout wat ze van die boten maken, dat broekt ze dan van het hielriek. Ja, zei dat zou door ik het nou nog. Vinden dit nou die skieriel? Ja, dit is een skieriel. Zo, dan kan je misschien eens met z'n gekkers wat in de kant. Die wil richting Mexico, die wil maar één ding. Dat ik dat Heeg in ieder geval en ze wil alleen maar achteruit en dan Mexico daar. Hier hiel, dat binnen volwassen hiel die paaien wil. Toen doen we helmen de skierhiel bij de schadelijke gemaal. Dan zetten we de voeten van die gemaal om. En dan vangen we daar de hiel uit en die brachten we naar de kant. Nu hebben we om mijn kwotumviskerij zitten. Nu gaan we binnen dus kwotum gewoon skierhiel onderleveren en die geven we in Haas daar uitzitten zetten met het idee van paling over de dijk om die maar richting Mexico te sturen. Warsum, dat vind ik wel wat, maar je moet wel een beetje maar verstaan van visje. En staat wij visje in Friesland, iedereen heeft zijn eigen plekje, dus we zijn niet alleen nog visker, we zijn ook beheerder zeg maar, van het water. Dus, we zien hier eigenlijk mooi uit, dat we denken van hier krijgen we niks, maar wat is te liet, dat moet nog even groeien en dat zullen we over hier en hoe het waaien worden. Ik bedoel, die spaarpad die brengt meer op het water dan de bankers in het wereld, dus ja, zo mooi gewoon een beetje denken. Ja, dat is meer. In heel Nederland is het heel goed hier van dit dier. En een positieve, we zien ook een heel soort jonge hiel. Een gezonde jonge hiel, dus dat is gewoon een heel positief beeld. Als je gewoon een aantal de held weer omzetten, ja, dat doet je goed als visje man. Dus 60 kilo, ongeveer graag was zo'n 60 kilo voor hazen. Wat is nou? De eel niet wat toen dacht, nou, ik word maar een positief beeldje aan van. Want ik zie altijd nou al positief is, dan rent dat mooi trouwens naar 2000 dagje. En dan krijgen we gewoon die 2000 dagje zeggen van jongens, we kunnen gewoon weer op eel, normaal weer op eel vissen.